Nou, ik was in de jaren 80 en 90 werkte ik als vennoot bij Boeren Kronis, een groot advies- en interimmanagement bureau. En zo, zeg maar, na het scheiden kwamen ook, zeg maar, en daarvoor kwamen ook veel vragen over, ja, wat is het leven, waar gaat het over, wat is echt belangrijk. En kwam ik tot de conclusie dat ik meer vrijheid wilde, meer ruimte, meer vanuit mijn gevoel leven, meer mijn intuïtie volgen. Heerlijk als je je kan permitteren financieel, denk ik ook meteen. Ja, dat helpt. Dat helpt. Ja, ik heb een groot respect voor mensen die dat financieel niet kunnen permitteren en die het ook doen. Ja, die voorbeelden zijn er ook. En ik heb altijd wel mijn hart gevolgd. Ik ben na 5 jaar werken, ben ik 1 jaar de wereld rondgegaan, veel in Azië geweest. En toen zeiden heel veel mensen, goh, dat je dat kan doen. Maar jij kan het doen, want je hebt geen huis gekocht. En je mag terugkomen op de plek waar je werkt. Maar de werkelijkheid was dat ik 1 jaar daarvoor had gezegd, ik ga over 1 jaar weg. En toen een van de eigenaren van het bedrijf zei, maar wat ga je nou doen? Ik kan er niet zomaar weg. En toen zei ik, zomaar weg. Ik heb een opzichttermijn van 2 maanden en ik ga over 12. Dus dat lijkt me niet zomaar weg. En toen zei de tweede, zei, goh, wat leuk dat je een tijdje weggaat. Ik hoop wel dat je terugkomt. En de derde zei, gefeliciteerd met je sabbatical. En daarna zeiden de vrienden van, ja, ik zou ook wel willen, maar ik heb niet zo'n kans. Dus het is ook wel in het leven dat je een stap moet zetten en dan komen de dingen ook wel naar je toe. En nu zit je, geloof ik, met managers onder een boom in Botswana af en toe. Onder andere. Weer Botswana. Ja, ik ben blij dat het postkantoor het goed doet. Maar, die cheetahs zijn inmiddels even aan de kant geschoven, begrijp ik van. Ja, daar is het wel beter om ze niet te aaien. Nee. Wat is er zo mooi in Botswana? Waarom Botswana allebei trouwens? Nou ja, dat is maar Afrikaanse oer. Hè. Daar komen we ook van origine vandaan. En er zijn veel mensen die weer, zeg maar, dat gevoel terugkrijgen als ze daar zijn. Ja. En wat het mooie is wat ik doe met samen met een stichting, Foundation for Natural Leadership, gaan we met leiders. Jij bent lid van de Foundation Natural Leadership. Ja. Okay. En dan gaan we met een groep van 6 mensen uit het meestal, zeg maar, bedrijfsleven gaan we in de wildernis. Zijn we een week tussen de olifanten, de leeuwen. Je bent echt nevengeschikt aan de natuur. En dat doet ongelooflijk veel met mensen. Die gaan terug naar de essentie van wie ze zijn. Komen terug en hebben echt een gevoel van, ik ben op onderdelen het spoor bijster geraakt. Ja. Of een ander spoor ingeslagen. En dat eigenlijk niet bij mij klopt. En uiteindelijk is het ook weer een bloeiende onderneming. Nou, het is een stichting, dus de not-for-profit organisatie. Oh, okay. Er zijn zo'n 300 mensen mee geweest. En heel veel mensen zijn zo geraakt dat ze zich graag inzetten om dit werk. Hoi. De mensen weer dichter bij de natuur brengen, dichter bij zichzelf. Die dat graag willen steunen. En wanneer mag je weer die kant op? Oktober ga ik weer. Ah. Ja. Oeh, dat is nog een eind weg. Kun je de klas niet meenemen? Ja, een halfjaartje. Ja, enig. Super, super. Allemaal straks langskomen en dan gaan we het regelen. Ja, volgens mij staan er een paar mooie reisjes op. Dan is het daar wintertijd, dan is het 23 graden. En lopen hun allemaal met mutsen en warme en wanten en zo. Precies, ja. Jij bent wel terug, volgens mij. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Ik heb daar 2 weken geweest. Als je er werkt, dan krijg je toch een heel ander beeld van hoe de mensen daar in elkaar steken. Welke omgangsvormen ze hebben, welke gebruiken. En dat verschilt heel erg ten opzichte van wat je hier in Nederland meemaakt en ervaart. En dat is leerbaar. En dat is heel apart. Ja. Ja, Afrika is bijzonder. En de natuur is immens. Het is, het is zo bijzonder als je weet dat er in een straal van 50 kilometer om je heen geen andere mensen zijn. Ja. En als je daar 's nachts zit bij een kampvuur om te waken over je medemensen. En je hoort de geluiden. En je weet dat je echt aan elkaar overgeleverd bent. Het is gewoon heel bijzonder. Wat klinkt ontzettend mooi. Ja, is het mooi. Ja.